Hoi Stephanie. Wat betekent voor jou hier de coronacrisis? Heb jij hier heel veel last van? Tot nu toe merk ik er eigenlijk nog niet zoveel van in de winkel, zeg maar, qua omzet. De omzet is eigenlijk goed en ik heb een beetje het idee dat daar komt omdat heel veel mensen lekkere Liem blijven winkelen. Dus dat de Liemse mensen zoiets hebben van, ik winkel lekker lokaal en dat ze dat anders misschien iets minder doen. Of eerder zeggen van, ik ben toch in Bokstel, dan neem ik daar even de rest van mijn boodschappen mee. Dus ik denk dat daardoor de omzet goed blijft. Mm-hmm. En verder is het enige wat we eigenlijk hebben moeten doen als winkel, de maatregelen natuurlijk handhaven, die voor iedereen gelden. En verder probeer ik eigenlijk door leuke acties, maar ook actief te zijn op Facebook en Instagram, te zorgen dat het lekker blijft lopen. Druk. Druk. Echt druk dus, ja. Veel drukker dan normaal. Veel drukker dan normaal. Had ik niet verwacht, maar het is wel zo, dus... Nou, dat is juist heel fijn natuurlijk. Eigenlijk wel fijn, maar het idee erachter is niet zo leuk. Nee, draag je toch de hele dag met je mee. Ja, dat begrijp ik. Dan maak je toch een dompertje erop. Ja, dat is logisch natuurlijk, want het is natuurlijk ook allemaal niet leuk. Nee, veel mensen zitten thuis, maar ze komen dan toch naar uw winkel. Veel telefonisch, heel veel. Bezorgt u ook veel? Ja, heel veel. Oké, dus natuurlijk ook heel prettig. Ook leuk. Ja. Mensen altijd even blij ze komt. Ja, dat geloof ik. Dat is ook wel weer leuk, hè? Ja, zeker. Ja, dan verwachten ze niet, maar dan krijgen ze een bosje bloem. Ja. Dat is ook echt wel leuk, ja. En Jan, wat voor maatregelen heb jij moeten nemen voor de winkel? Nou, ik heb met 3 mensen gelijk in de winkel mogen zijn. Voor de toonbank staan een grote glazen plaat. En op de grond staan om de 1,50 meter strepen. Ja, dat heb ik inderdaad gezien. Ja. En mensen houden zich daar goed aan? Ja, heel goed. Oké. En ze wachten af en toe ook buiten als het buiten binnen te druk is? Buiten is om te wachten. Het zonnetje werkt mee. Hè. Rob, dus jij merkt echt al wel verschil, omdat er dus nog geen boekingen binnenkomen. Of vrijwel geen boekingen. Ja, en boekingen worden ook afgezegd omdat het toch scholen zijn die hun tijd hard nodig hebben. In verband met het heropstarten van een school bijvoorbeeld. Of de vakanties die uitgesteld worden. Ja. Schoolkampen die niet doorgaan. Ja, dus maar wat jammer eigenlijk, hè, want het is nu dus gewoon super mooi weer. Ja. Volgens mij blijft het ook nog wel even zo, dat mooie weer. Ja, dat zou wel heel erg balen zijn natuurlijk voor jullie als onderneming als het uitblijft, de boekingen. Ja, dat klopt. Dan laten we alles stilstaan. Ja. Je hebt wel een beetje gezien wat we zoal hebben aan kano's. Nou ja, ik zie hier allemaal kano's, maar ik vraag me eigenlijk dus af, want ik heb natuurlijk ook wel eens gekanoed. Maar ik vraag me serieus af, wat is dan die afstand in een kano, als er 2 mensen bijvoorbeeld in zitten? Normaal gesproken zit je achter en in het midden, maar dan is de 1,5 meter niet haalbaar. Maar het is ook denkbaar om gewoon achter en voor te gaan zitten en dan is de 1,5 meter... met 2 personen wel te doen. Okay. Maar wij varen altijd met 2 kano's op de rivier in verband met de veiligheid. En als de 2 kano's dus naast elkaar gaan liggen, dan wordt het allemaal een beetje krapper met die 1,5 meter. Oké. Ik wilde eigenlijk al zeggen, Rob, ik voorzie nog geen problemen als je dus 1,5 meter afstand tussen elkaar kunt houden in een kano. Maar het is dus als jullie met z'n tweeën, of als mensen met z'n tweeën gaan kanoën, dan zit je dus wel met een probleem. Met 2 kano's dan, hè? Ja. De mensen gaan toch snel naar elkaar toe varen of blijven een beetje bij elkaar op het water. Het is ook wel dat je 1,5 meter afstand kunt bewaren. Maar het is, zoals je zegt, ook al vanaf 1 mei pas kano-seizoen bij ons. En die coronaperiode, het is een hele vervelende, lastige periode. Dus wij hebben echt gezegd van, we wachten even hiermee. Ik hoop eigenlijk dat het heel snel voorbij is. En dat we gewoon weer lekker kunnen gaan leven zoals dat we altijd gedaan hebben. Die mensen die ze kunnen betekenen. Ja. En dat is ook belangrijk, hè? Ja, een bloemetje maakt mensen weer blij. Een sociale functie bijna, een beetje. Ja. En dat is wel fijn. Ingrid, ik ben heel benieuwd. Je bent natuurlijk een horeca-ondernemer. Ja. Deze hele coronacrisis, dat is natuurlijk wel een klap voor jullie, denk ik, of niet? Dat kun je wel stellen, ja. Ja, dat klopt. Want wat hebben jullie voor maatregelen allemaal moeten nemen? Nou ja, goed, we kregen een tijdje geleden natuurlijk onverwachts, natuurlijk niet helemaal onverwachts, maar te horen
Om 5:30 'smiddags via de persconferentie te horen dat we om 6:00 de deuren moesten sluiten. Dan schrik je toch wel eventjes en dan denk je van ja, wat nu? Ja. Goed, daar hebben we natuurlijk eventjes over nagedacht, even laten bezinken. Maar goed, creatief als we zijn, proberen we daar dan toch op in te spelen. En hebben eigenlijk geprobeerd om zo snel mogelijk over te gaan op afhaal en bezorgen. Ja, want ik vraag me dan heel even terugkomend op dat 5:30. Hè? Om 5:30 hoor je het, om 6:00 moet dus alles leeg en dicht. Wat gaat er dan op dat moment door je heen? Want ja, nou ja, goed. Heb ik persoonlijk natuurlijk een lunchroom. Dus dat is voornamelijk overdag. Dus koffie, lunch en borrel, zeg maar. Dus wij zijn niet echt een avondzaak. Dus dat voordeel hadden wij dan op dat moment nog wel. Ja. Alleen ja, goed, de raderen gaan natuurlijk meteen draaien van ja, wat nu verder? Wat nu, wat morgenochtend? En dan lig je daar toch wel heel eventjes wakker van. Ja, dat kan ik wel eerlijk zeggen dat dat wel gebeurd is, ja. Laten we even eerlijk zijn, de horeca wordt natuurlijk als een van de zwaarste wel getroffen in deze tijd. Ja, nou ja, weet je, ik ben niet iemand die zegt van hoor mij eens eventjes en ik heb het zo moeilijk en ik heb het zo zwaar. Ik bedoel, ik denk dat we er allemaal heel erg veel last van hebben. Alleen ja, goed, met de maatregelen die nu nog op lange termijn noodzakelijk zijn. Ik denk dat dat juist voor de horeca wel een heel groot probleem wordt. Want ja, horeca op 1,5 meter afstand, dat is natuurlijk wel een beetje een dingetje. We blijven creatief en we blijven proberen om nieuwe dingetjes te ontwikkelen, nieuwe dingetjes op de kaart te zetten. En zo hopen we dat we uiteindelijk toch hier goed doorheen komen. Per 1 maart heb ik de zaak overgenomen van mijn ouders en die bestond vorig jaar 40 jaar. En in de tweede week, toen was corona toch wel heel erg aanwezig, ook in Nederland. En toen moest de horeca dicht en dat is een van mijn grootste afnemers. Ja, dus dat was wel even een grote klap om het zo maar te zeggen voor jou. Ja, inderdaad. Maar we hebben gelukkig wel heel veel loyale vaste klanten die al 40 jaar bij ons wijn komen kopen en ook dat nog steeds bij mij doen. Dus daar ben ik natuurlijk wel super blij mee. En wij merken wel is dat de klanten het ook wel heel fijn vinden om gewoon wat meer te experimenteren in de wijnen die wij hebben. Pien, heb je hier in je winkel veel aanpassingen moeten doen om dat de 1,5 meter afstand aangehouden wordt? Nee, eigenlijk niet. Het voordeel is van een wijnwinkel is dat wij sowieso hier niet werken met mandjes of met winkelwagens. En dat hier nooit heel veel mensen tegelijk in de winkel zijn. We hebben natuurlijk een grote oppervlakte. Ik heb een hele mooie proefruimte waar geen gebruik van wordt gemaakt. Dus als het iets te druk wordt in de winkel, dan vragen we wel even of mensen even aan de proeftafel willen plaatsnemen. Bijvoorbeeld even met een koffietje. En dat we ze daarna gewoon rustig op ons gemak en volgens de richtlijnen weer verder kunnen helpen. Ja, en ik neem ook aan dat niemand dat heel erg vindt. Nee, heel veel mensen hebben nu wel de tijd en vinden het ook wel fijn om even op hun gemak even hun boodschappen te kunnen doen. Ja. En Pien, hoe zie jij nou de toekomst? Want ja, het is natuurlijk wel te hopen dat de horecazaken weer snel open mogen. Ja, ik hoop heel graag voor de horeca waar wij mee samenwerken dat ze heel snel open mogen. En zeker ook met het mooie weer. Het is echt terrasweer en het is echt rosé seizoen ook aan het worden. Maar tot die tijd focus ik me gewoon heel erg gewoon op de consument. En ik zie wel dat in Bokstel dat we wel een hele grote doelgroep al hebben benaderd. Dus ik hoop dat die mensen gewoon terug blijven komen. Ja, want ben je niet tussentijd ook creatiever geworden? Merk je daar jezelf van, goh, ik krijg meer ideeën. Ik moet natuurlijk met andere ideeën komen, want We zijn wel meer op de service gaan zitten. Dus wat we bijvoorbeeld doen is dat als mensen aangeven van nou, ik wil graag mijn doos wijn gekoeld hebben, dan leveren wij de wijnen meteen al gekoeld aan huis, dat ze ook meteen opengetrokken kunnen worden. Eigenlijk dat soort dingen. Ja. Dus, en we proberen ook wel met onze lokale horeca, proberen we ook wel kleine samenwerkingen aan te gaan, bijvoorbeeld met Pasen of nou met Moederdag, om toch ook wel de krachten te bundelen met lokale ondernemers. Ja, want wat ik ook zo mij kan voorstellen is dat nu mensen toch denken, oké, we kunnen niet uit eten. Ja. Maar laten we dan thuis een etentje organiseren met een goed wijntje erbij. Ja. Dat merk jij ook? Ja. We liggen op dit moment eigenlijk voor 95% stil. We hebben een paar patiënten waarmee we video bellen. We hebben ook nog een telefonisch consulten. En alleen mensen die vanuit het ziekenhuis komen of urgente gevallen, mensen die in het ziekenhuis werken en dergelijke, die
dusdanige gezondheidsproblemen hebben, die zien wij nog wel. En dat doen wij en dat doen eigenlijk alle praktijken in Boxtel. En in Nederland is dat de afspraak. Okay, en de rest dus die... liggen wij eigenlijk stil. En zijn we de praktijk aan het poetsen en aan het opruimen en aan het nadenken hoe we het straks gaan doen. Dus met afstand houden. En, want we hopen toch wel weer binnenkort weer open te gaan. Ja, want ja, het is nu dus gesloten. Maar inderdaad, je gaat andere dingen verzinnen om te gaan doen. Dus bijvoorbeeld videobellen. Hebben jullie ook online bijvoorbeeld oefeningen, ja, die je gewoon thuis kunt doen, aangeboden staan op een website? We hebben ook de mensen die bij ons trainen normaal gesproken hebben allemaal mail gehad met oefeningen en met van YouTube om te kijken. Op onze website staan adviezen om te gaan oefeningen te doen. Meer voor ouderen, waar we heel veel op gericht zijn. Mm-hmm. Maar ook wat intensievere programma's. Dus, ja, want ik neem aan, of algemeen, als fysiopraktijk denk ik dat jullie meer ouderen hier zien dan jongeren. Klopt dat? Of? Wij zijn wel grotendeels gericht op ouderen. We hebben ook nog wel andere specialisaties. Maar ouderen, en daar ligt nou ook wel een groot probleem, dat ja, wel veel mensen nu stilzitten. En vooral voor ouderen is het een groot probleem dat nu veel mensen eigenlijk ja, te weinig doen. Ja. En daar verwachten we eigenlijk straks grote problemen mee. Dus daar hebben we ook met de ouderenorganisatie van Boxtel hebben we daar al wel contacten over, dat straks op een goede manier opgepakt moet worden. Ja, want er zijn denk ik veel mensen die nou veel stilzitten. We roeien met de riemen die we hebben. Ja. En we hopen er het beste van. We maken er het beste van. En we blijven vooral glimlachen. Heel veel succes toe. En ik hoop dat we straks als de Olympische Spelen van Liende voorbij zijn, dat we tegen elkaar kunnen zeggen, dit is een goede voorbereiding op de echte Olympische Spelen die we van de zomer gaan krijgen in Spanje, in Barcelona. En dat is lopen met heel veel leerzame dagen in petto. En met deze woorden, president, zou ik heel graag de Olympische Spelen van de Overzee Liende met voor de ogen willen. Ons Olympisch vuur die werd binnengedragen door deze.
leuk, hè? Dat is super spannend, hè? Marlies, dat is een stootje bij je dadelijk. Ja! Ja! Giraffen 25. Ja! Maar toch goed gedaan! Ja! 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 Ja!
geweldige manier, maar ondanks de geweldige manier van verdedigen, gaat toch geel in aanval en naast. En Martijn is aan de bal en door de benen van Rolf. Ja, Martijn, zo gaat hij goed, jongen. En bam! Net naast. Juist net. Keurig, zeven. Heel goed gevolgd.